de bal van Doris. Emil, en die moet scoren en hij doet dat. 3-1, hoewel het een afschamper was, maar Danny Dont verrast. Nou, goede diepe bal van Folia op Emil Mpenza. Kijk, hier gaan we het zien. Goed in de diepte, Gijsbrecht die zijn interceptie mist. En dan niet echt een goed schot, had ik die indruk, niet echt zuiver geraakt. Maar toch genoeg om Danny Dont op het verkeerde been te zetten. Gijsbrecht mist inderdaad totaal zijn ingreep. Kijk, en dan eigenlijk ja, een heel zwak schot, een hobbelend schotje dat erin gaat. En zo krijgen we opnieuw een wedstrijd. En dit had de wedstrijd wel nodig, een standaard doelpunt. Hij is niet tevreden, Pascal Dias, met Didier de Condé op ondertussen geen sprake meer. Nee, helemaal niet meer. Nee. Wandelt wat moedeloos weg. Koller kop door. Snoeks. Ja, goeie door en hij valt goed. Karel Snoeks. Ja, de goal van de bevrijding waarschijnlijk voor Lokeren. De goal van de bevrijding, maar dit kunnen we onder de lucky goals catalogeren, denk ik. En zo 4-1 voor Lokeren en wedstrijd wel gedaan, zeker met nog een minuut of 10 voor de boeg. Ik wil in eerste instantie langs Bleek komen en dan de bal voorzetten, maar mislukte voorzet wordt een perfect lopje en een doelpunt. Kijk hier het doorkoppen opnieuw van Keller bedienen van Lissassi. Dus Lissassi die Snoeks bedient liever. En dan kijk, volgens mij zit een lucky goal, maar goed, ze telt. En het zijn de 3 punten denk ik voor Loker. Ja, daar zal nu waarschijnlijk geen twijfel meer over bestaan. Boeka Lissassi krijgt een applausvervanging. En Boetka, nog een Tsjech dus in zijn plaats. En een supporter die kan tellen. Dat is ook wel nodig. Ja, wat ons betreft mag meneer Meester een eind aan maken. En hij doet dat ook. Lokeren dus heeft zijn overwinning vooral in de eerste helft verdiend. De tweede helft was 1 overbodig en 2 ook waardeloos. Ja, de tweede helft was spijtig genoeg van een heel ander niveau dan de eerste. De eerste was van een heel hoog niveau met heel mooi en knap voetbal. En ik neem dan ook aan dat jouw man van de match, dat je die in de eerste helft gevonden hebt, Frankie. Ja, ik heb die gevonden onder de naam van Karel Snoeks. Ook en vooral omdat hij vooral in de tweede helft, ook in het eerste kwartier, nog vond ik de betere speler bij Lokeren was. Maar ik moet niet vergeten dat hij een prachtig doelpunt scoorde. En dan ook nog eens een prachtige assist gaf aan Keller. En dan, als de twijfel er nog een beetje was na die tegengoal van Emil Mpenza, ja, maakte hij het definitief gedaan met zijn tweede goal van de avond. Dus Karel Snoeks, wel degelijk een verdiende man van de wedstrijd. En voor Wim is het wat wachten zeker, want bij Lokeren zijn ze aan het vieren. Maar Dirk Metvet komt naar hem toe gestapt en dan gaat hij zo dadelijk een babbel mee doen. Ja, Dirk Metvet, in de tweede helft deden jullie mee, maar toen was het natuurlijk al 3-0. Ik denk dat we de eerste helft veel te zwak begonnen zijn. We hebben dan ook de pech dat we direct al na 2 minuten achter staan. En dan weet je dat die thuisploeg vleugels krijgt. En kijk, het eerste half uur was er één probleem. Dat was Keller, die niet uit de match. Nadien is er een 80e vervanging gekomen. En denk ik dat we amper nog een probleem in gekomen zijn. En buiten de tweede helft het 4e doelpunt. Maar dat is een verloren center die binnenwaait. Jullie zijn begonnen met 1 aanvaller of toch met 2? Want dat was niet te constateren omdat die goal zo snel viel. Nou, ik denk dat het niet zoveel aan toe deed in het begin. Dus in het begin kwam Lokeren van overal. En moesten we vooral achter de bal lopen. En dan moet je lichtjes achteruit gaan. Dus we zijn veel te slap begonnen. We wonnen eerst zelf geen of amper een duel. En ik denk dat daar het verschil was in de eerste helft. Klein lichtpuntje, de keer van Emil Mpenza. Nou, dat is natuurlijk heel ondankbaar als je moet invallen. Ideaal mogelijk. En natuurlijk scoren, maar invallen als we zo achter staan en onder druk staan. Maar hij heeft met een paar flitsen bewezen dat hij een grote voetballer is. En we kunnen enkel hopen dat hij zo snel mogelijk in topvorm is. Geen derde plaats meer voor jullie voorlopig? Alsjeblieft. Geen derde plaats meer voorlopig? Nee, maar ik denk dat we het niet eens terugkrijgen. En zo ons gaan herpakken in de volgende wedstrijden. Bedankt, Dirk Metvet. En succes de komende week. En dan ga ik naar Hein van Hazenbroek. Straffe koffie in de eerste helft, maar de pot was leeg na de rust.
Ja, oké. Okay. We hebben ze direct goed vastgezet, de eerste helft. We maken direct het verschil met 3-0. En dan is het natuurlijk kwestie van de 20 eerste minuten goed rond te komen. Zonder tegendoepen in feite, van het niet terug in de match te laten komen. Dan was het misschien iets minder, maar het is ergens verstaanbaar als je 3-0 voor staat, dat je dan niet echt meer voluit gaat met het risico van dan toch nog... Eigenlijk zeg je nu, er was concentratieverlies, we waren te zelfverzekerd. Nee, ik ga misschien daar niet op steken, maar oké. Je moet ook zien dat we bij momenten ook bepaalde mensen die misschien wat moe werden, omdat er de eerste 45 minuten toch veel gegeven werd door velen. Dus ergens is het wel begrijpelijk. Maar hoe dan ook, knappe wedstrijd wel die eerste helft. En ja, een verdiende zege, dat is vanzelfsprekend. Ja, ik ben blij dat wij met ons aanvallend voetbal deze wedstrijd toch konden winnen. Want hadden we... In dit laffe systeem eigenlijk te kakken heeft gezet. Maar ik noem het geen laf systeem, maar ja, het is een defensief systeem. En het is goed voor het Belgisch voetbal dat wij gewonnen hebben hier. Oké, bedankt Herman Haasburg. Ik moet nog één fles champagne overhandigen. En die gaat vanzelfsprekend naar de maker van twee mooie doelpunten. Was die laatste een lucky of was het de bedoeling? Wat lief? Was die laatste goal een lucky of was het de bedoeling om hem zo te stiften in de verste winkelaar? Ja, dat was wel een beetje een lucky goal. Hè? Frankie van der Elst had het gezien. Ja. Goeie voetbalkenner, hè? Oké, bedankt. Hier is je fles. Dat de beste mogelijkheden toch nog voor Lokeren waren. Beneden in de catacombe staat Willy Reinders nu bij Wim Heijbrugge. Willy Reinders, proficiat met de 4-1 zege en vooral met de knappe prestatie, met name voor de rust. Ja, ik denk dat we de eerste helft wel eens laten zien hebben. Dat is trouwens niet de eerste keer. Ik denk dat we regelmatig thuis al wel zo'n wedstrijd opgedist hebben hier. Het was nog eens een avondje Lokeren, ja. Gelukkig voor de supporters en voor de mensen die komen zien ze vandaag. Wij maakten een beetje voorbehoud vooraf met die driemans voorhoede die jij op het veld wilde sturen, maar je hebt ons ongelijk bewezen. Ja, waarom niet, hè? Ik denk dat we de eerste helft heer en meester waren op het veld. Als je dan ziet dat we vandaag eigenlijk drie vaste waardes tussen aanhalingstekens vervangen voor sommige jongens op een prachtige manier. Ik denk dat er vandaag ook een aantal jongens getoond hebben dat ze echt prof zijn. Jongens die het niet zo makkelijk gehad hebben. In de vorige weken, vorige maanden geen echte basisstek hadden. En die vandaag eigenlijk met name zeker Karel Snoeks geëxceleerd hebben. Onze man van de match. Dan die tweede helft, die was van iets minder niveau. Zijn de winstpremies al tijdens de rust uitbetaald? Ja, het is moeilijk natuurlijk al de 3-0. Dan sluipt er zoiets in een ploeg. Een aantal die nog wel door willen. Een aantal die meer gaan spelen op het behoud van die 3-0. Dat was niet de afspraak. De bedoeling was dat we terug scherp in de wedstrijd gingen aanvatten. Maar dat is meestal zo. Men gaat iets meer speculeren op die counter dat er toch een vierde goal. Dat is te lang duur ook gekomen. Maar laat ons maar tevreden zijn. Een 4-1, denk dat een schitterende uitslag. En dat het al bij al een schitterende wedstrijd geweest is hier. Ja, 3 punten tegen de concurrent voor de derde plaats. Dat is goed voor Lokeren, goed voor het Belgische voetbal. Want nu op 1-2-3, 3 ploegen die lekker voetbal brengen. Dat kan van standaard niet gezegd worden. Ja, weet ik niet. U weet dat niet. Zij moeten hun proces maar maken. Wij doen het op onze manier. Laat ons zeggen dat het inderdaad een goede zaak voor het Belgisch voetbal is. Dat een aanvallende ploeg tegen een toch wat meer verdedigende ploeg, zacht uitgedrukt, zo'n wedstrijd kan winnen met 4-1. Bedankt en tot over 2 weken in Genk. Graag gedaan. Tot ziens. Ja, hij blijft beleefd, Willy Reinders. Toch even signaleren voor de mensen die in de komende eindejaarsfeesten champagne willen drinken. Wat u daar net gezien hebt, is niet de beste manier om een fles te openen en om champagne ook te consumeren. Maar even terug naar die wedstrijd. Dat is een conclusie, denk ik, van Willy Reinders die we kunnen bijtreden. Het Belgisch voetbal in het algemeen, het goede seizoen wat bezig is, aanvallend seizoen, heeft erbij gewonnen eigenlijk. Ja, zeer zeker. Ik denk dat... In de eerste plaats wil ik zeggen dat het niveau van het voetbal dit seizoen toch een stuk hoger ligt dan vorig seizoen. Een hogere spektakel waren ook. Wordt door meer ploegen beter voetbal gespeeld, aanvallender ook. En dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. En dan is het natuurlijk ook altijd goed dat een ploeg als Lokeren, die er vandaag begint met drie aanvallers, dat die gewoon winnen. Oké, we gaan nog eens naar een gelukkige Herman van Mollen luisteren. Ja, de laatste mening mag van jou komen, Herman van Mollen. Geen moeilijke naam, maar ik had even moeite. Nog veel geveend tijdens de tweede helft?
Ja, nee, die was niet zo goed als de eerste natuurlijk. Maar ik dacht dat na het doelpunt van Standaard, ja, nu gaan ze erover. Hè, maar ik vond Standaard zeer, zeer zwak. Ik had echt meer pressing en zeker meer kansen verwacht. Emilke deed het toch goed? Wie zei je? Ja, inderdaad. Ja, voor niet gespeeld hebben in de eerste wedstrijd was dat een zeer, zeer goede invalsbeurt. Maar wij waren beter. Als voorspeller niet geslaagd van Diaz naar de kant? Ik vond het eigenlijk een vreemde beslissing van de trainer. Want 3-0, Standaard gaat meer vooraan spelen. Diaz is snelheid, valt hem een keer vragen straks. Wat doet een BV nu na zo'n wedstrijd? Gaat hij pinten pakken met de gewone mens? Zuipen met het volk. Ja, ja, natuurlijk. Zeker na zo'n overwinning. Je voelt dat de goede oude dagen zijn terug. Je voelt dat aan heel de sfeer. Daar zat vroeger 20 man, zitten er nu 4.000, 5.000. Dat is schitterend. Bedankt, meneer Van Mollen. Het volk roept u. Dank u. En niet te zat, meneer Van Mollen.